Je moet zijn hoofd erbij zien en een vertrouw in voor een cent. Never nooit. Maar wat zie je dan aan zijn hoofd? Ja, dat dat een onbetrouwbare padvinder is. Maar wat schaadt hij dan uit? Nou ja, dat hebben sommige mensen. Hebben dat. He, die zien er enorm overtuigend, en eerlijk en sympathiek en lichtelijk infantiel uit. Wat zijn de gevaarlijkste mensen die er zijn. En dat heeft Siebert? Ja, dat heeft Siebert, ja. Ik zie hem daar nog zitten bij de Wereldraad door. Met die schijnheilige kop. Het verlos Kunt u mij horen? Wil je als eerste een seintje krijgen als er weer een nieuwe podcast live staat? Volg ons dan op Spotify en op Apple Podcast. Gratis en voor niks. Op Apple Podcast druk je op het plusje rechtsboven op de podcastpagina. En op Spotify druk je op volgen. Um, Piet Paulusma is overleden. Mensen... Ja, zeg, dat hebben we gemerkt. Ja, je begrijpt dat is een volstrekte nationale ramp. Omdat we niet meer weten wat voor weer het morgen wordt. Ja, want hij is tot op het laatste moment doorgegaan met het weer. Ja, naarmate die lange, de, de, de plechtigheden de langer duren, groeit hij uit tot een soort Heere Jezus van het weer. He? Dat je ook denkt, jongens, kom op, leek me een sympathieke man daar niet van. Al heb ik nooit begrepen waarom die bij Max het weer voorspelde. Vier en een minuut voordat het journaal ook het weer voorspelde. Dat was. Maar nooit helemaal duidelijk. Ja, omdat hij zo, zo populair is. Hij was bij SBS natuurlijk al een uh, weerfenomeen. Hè? Op straat, niet in de studio. Gewoon buiten als het regen stond hij in de wind en de regen. Ja, dat is een geweldig idee. Dat je in je eigen weer staat. Jongen, dat je ook zegt: kijk, het zonnetje schijnt. En, ja, bovendien neem je dan afscheid met een wonderlijke kreet. Hè? Good ik vond, Ja, ik vond het allemaal wel weer een beetje zoals gewoonlijk. Ja, kinderachtig van mij ongetwijfeld. Het leek mijn beste man, maar god allemachtig zeg, het is niet zo dat onze nationale heldontvanger ontvallen is, nee dat nou ook weer niet. Nee, jij vond het Cruyffiaanse uh, uh, vormen aannemen. Ja, echt een beetje raar. Echt een beetje raar vond ik het. Het leek me ook dat het, dat het geleidelijk aan groeide, niet waar zoals alles waar de media aandacht aan besteden. Na enige tijd begin je te denken, God dit is, dit is een nieuw tijdperk. Hè? Piet Paulusma is dood, hoe, hoe gaan we dat doen met dat weer? Hè? Ja, God we hebben geen idee. We hebben verder eigenlijk niet zo heel veel mensen die iets van het weer weten van morgen. Maar we hebben hele instituten vol met mensen die weten wat het weer moet worden, worden, worden morgen. Hè? ja. Alleen over Schiphol heb je een hele massa van weersvoorspellers. Ja. Ja, op het laatste moment had hij niet uh, verteld dat hij ziek was. Hè? Dat wist, wist niemand. Daarom kwam het natuurlijk als een klap. Misschien verklaart dat wel waarom er zoveel aandacht voor is. Ik heb geen idee. Het is ook volgens mij een soort van sentimentalisme. wat door de, door de media enorm gestimuleerd wordt. Ja. Misschien moeten we eens een keer een uh, podcast doen over de geschiedenis van de media. Waarom het zo werkt zoals het werkt. Ja, waarom, waarom, de, waarom de media natuurlijk. dat is, dat is kluitjesvoetbal. Hè? Ja. En je weet uit... wat kluitjesvoetbal is. We doen elkaar allemaal na. <coughs> nee, kluitjesvoetbal is zoals kinderen voetballen. Kinderen die denken namelijk waar de bal is. daar moeten wij ook zijn. Maar dat is helemaal een volkomen onjuiste gedachte. nu je toch over Cruijff hebt daar gaat het bij voetballen helemaal niet om. Omdat je bent waar de bal is. Want dat is volstrekt oninteressant. Je moet namelijk daar zijn waar de bal over 35 seconden is. Daar moet je zijn. En dat is eigenlijk bij de media precies zo. Die, die, die denken altijd in termen van kluitjesvoetbal. Waar de bal is, moeten zij ook zijn. Dus ze denken ook nooit bij zichzelf. Wat je toch van elk normaal intelligent mens, redactielid zou kunnen en moeten verwachten jongens als iedereen Piet Paulus maar heeft zou wij dan niet handig niet waar, is iets totaal anders kunnen doen vanavond hè? vaak heb ik dat niet gedacht dat je denkt wat heeft het nou weer zin als we het allemaal doen dat heeft toch helemaal geen zin je moet dat een beetje spreiden je moet dat een beetje organiseren natuurlijk en dan ja hysterie hè? het is alles of niets bij de media maar ook ook dat godvergeten gelul van dit is een nieuw tijdperk. Alles wordt anders. Weet je niet, bij het begin van de COVID-crisis. We een heel anders leven. Totaal anders. We gingen helemaal niet meer in auto's rijden en, en allemaal thuiswerken. Op een of andere manier allemaal gingen we allemaal hot yoga doen. Het was echt een, een ongelooflijk wat er over ons was gekomen. En we gingen allemaal de stad uit, dat platteland, in boerderijen. Ja, het was, was ongelooflijk. En, en en nu sta ik weer in de file op de A27. Dan nou, heb je het al. Ja. Ja. Moet je binnenkort moet je gewoon stilstaan. En dan stap je uit. En dan moet je roepen. We zijn helemaal anders geworden. We zijn totaal veranderd. Krantenartikelen, joh. Dat ook die ook serieuze kranten meedoen. Met dit soort van wezenloze kletskoeken. Dat, ja, het verkoopt. Ze moeten natuurlijk wel ja, de, de boel verkoopt het, ja. En ook die, die, dat wonderlijke effect... Nu gaat alles over de Oekraïne. Alles. Hè? Ook, ook als je nieuwe theekopjes koopt, zegt de juffrouw van de verkoop van mevrouw, zijn Oekraïnse kopjes, dat is echt geweldig. U doet een goede daad door uit dit kopje te drinken. Bij wijze van spreken. Hè? Terwijl er is ook nog ander nieuws in de wereld. Zou je ook best aandacht aan kunnen besteden. Waarmee ik niet bepleit om minder aandacht aan de Oekraïne, maar Doe het gespreid. Zorg voor een normale, rationele nieuwsvoorziening. In plaats van die eeuwige en vaak toch sentimentaliserende opwinding. Ja. Denk je eigenlijk nog wel eens dat je bij Op1 wordt uitgenodigd? Ja, ze hebben laatst gebeld voor een onderwerp. Het ging uiteindelijk niet door, maar ik okay. heb daar... Je denkt niet dat, dat je doordat je bij die NAVO-manden doorheen hebt zitten praten en door die, dat, je, dat het niet klopt nee, wat je zei... Nee, dat nee, het... nee, daarvoor kan ik je wel... Ik, ik kan je verzekeren, maar ik, zoals je weet ben ik meerdere malen door de talkshows of in ieder geval door de, door de omroep eh, gediscrimineerd... ...omdat ik dingen had gezegd die niet welkom waren op dat bij moment. Bij 9-11 toen hè? 9-11 en met die oude Bush en, en natuurlijk ook met de, met de inval in de Irak... Eh, Nee, daar maak ik mij geen zorgen over, want je weet, dat heb ik ook al eens uitgelegd, de media, hè, dat volgt ook uit het verhaal wat we net verteld hebben, hebben het geheugen van een ganaal. <laughs> ja, met als gevolg dat ze na nou, een maand of drie, dat ze in die, in die klappertjes kijken die ze hebben, of weet ik wat voor systemen ze gebruikt hebben. Guts, verbloss hem. Lief die nog, bel eens op. Misschien is hij wat dood, ik heb nergens een advertentie gezien, maar zoiets, zo gaat het ongeveer. Ik maak me daar geen zorgen okay, over. Oké, maar ik denk niet omdat ze nu denken: ja, die, die Van Rossum die, die zegt wat oh, dingen die kloppen niet. zijn. Nou, sommige uit. mensen zullen dat ongetwijfeld gezegd hebben. Maar ik heb haar fijn uitgelegd dat wat ik zei nou juist wel klopte. Ja. Ja, alleen heeft Poetin niet geluisterd naar wat ik zo terecht opmerkte ja. over de risico's die hij nam. Ja. En sta jij ook, er zijn ook begrijpelijk bij politici, zijn er dus lijsten waar dan op staat: ja, wij komen wel naar jullie talkshow. Maar alleen als Van Rossum niet aan tafel zit. Ja, daar geloof ik niets van. Dat zeggen ze, hè? dat er zwarte lijst. Ik zou het enorm leuk vinden als, als er een zwarte lijst was. En het fijnste zou ik vinden dat zoveel mensen zouden zeggen, nee, met Verrossem erbij ga ik niet meer, dat ik er alleen zit. <laughs> dat is natuurlijk mijn ideaal, dat begrijp je ook wel. <laughs> en dan vraag ik ook of die tweede presentator ook weg kan blijven. He, want dat is ook een ramp van die duo-presentatie. Dat ze, er zijn nu twee mensen die je in de, re, de reden mogen vallen. Vroeger was er maar één natuurlijk, ja. Dus ja, ik hoop, nou, ik hoop die zwarte lijst. Ik moet, je moet maar eens informeren of er zoiets is. Ja, ik, ik kan me zeggen dat die NAVO-man heeft gezegd: ik kom wel, maar niet meer als Van Rossum. Ik is. geloof er niks aan. Dat interesseert die NAVO-man geen kloot. 0,0, nee, nee. daar ben ik zeker van. Oké. Okay. Dus, jij gelooft niet dat dit soort lijsten bestaan? Nee, nee. Okay. Volgens mij heeft Dergsen het wel een keer gezegd. Dat er dus in Den Haag dus lijsten zijn op de ministeries. Want dan vragen ze altijd aan de redactie. Wie zit er dan nog meer? Dergsen schijnt ook op te staan. Ja, dat verbaast me ook niet. Ja, het lijkt me heel onwaarschijnlijk. Zulke wilde uitspraken heb ik nou ook weer niet gedaan. Nee, maar ik kan me voorstellen. Ik dat... ben een aantal keren geboycott. Een vrij eenvoudige reden dat ik niet dezelfde mening had als die iedereen had. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat Hugo de Jonge bijvoorbeeld zegt. Ik ga niet aan tafel zitten als Maarten Vosum er zit. Ja, die is al lang vergeten. Je wou zeggen dat over die, die inentingszaak. Ja, misschien. Ja, joh, die, die, die tweet heeft hij helemaal niet zelf geschreven. Het heeft zijn politieke adviseur ja. geschreven. Het was maar, verkiezingstijd, vergeet dat ja, niet. Ja, maar goed, misschien denkt u nu wel van Maarten heeft toch wel een duidelijke mening over dat met Siewert. Want daar was van de week ook weer wat over te doen. Dat hij toch appjes had gestuurd om toch eens met Siewert te gaan praten. Ja, dan moet dan, dat is natuurlijk een heel onwaarschijnlijk scenario wat je nu schetst. Want dat betekent dat hij alleen aan tafel wil gaan zitten met mensen... Die de deal met Siewert een fantastisch idee vonden. Hoe ben je er opgekomen? Ja, wat een idee dat we die Siebert, die laten we die rommel. Nou, natuurlijk niet. Ik geloof niet dat er één verstandig mens in Nederland is die denkt, achteraf denkt. dat het een lollig idee is geweest om die Siewert die rommel te laten leveren. Nou ja, Siewit voerde de druk op in de media. En toen dachten ze. De... Op een voortreffelijke manier. Je ziet hoe effectief het gedrag van Siewert is. Alleen, ja, hij heeft zichzelf voor een hele, hele lange tijd onmogelijk gemaakt. En dan vind ik, denk, zou jij dat voor over hebben? Ja, ik hoorde dus van de week dat hij als hij in de supermarkt is, dat mensen met de karretjes tegen hem aanrijden en dat hij zelfs bespuugd wordt. <laughs> Sorry. Met de karretjes. <laughs> ja. Dat is wel lullig, natuurlijk. Ja. ja. Spuren vind ik dat dat niet kan. Maar met die kaartjes, dat werkt wel op mijn lachspieren Ja, zijn. Ja, is toch vervelend voor hem. Als dat zo zou zijn. Helemaal niet. Nee? Nee als hij die centen teruggeeft wordt hij toegejuicht. Ja, maar dat gaat hij niet doen. Kijk, ja, mag hij één dag gratis boodschappen doen. Misschien dat, is dat allemaal al op. Ja, ik vind het ook, hij houdt zich wel aan, hij heeft al die tijd gedacht, ik geef die centen niet terug. Nee, het is, volgens mij is hij zich goed laten juridisch laten adviseren. Ik heb begrepen van deskundigen dat de kans dat hij dat terug moet geven, dat hij 0,0 is. Hoe heet het dat die dat uitzendbureau zal dat? Dat is een heel sterke aanklacht. Ja. wel winnen, maar dat betekent niet dat het geld terugkomt. Nee. En uh, nu, er is nu een boek ook verschenen. Hè? Er zijn twee journalisten die ja, hebben Ja, Van, heel... uh, hoe heet het? Volgende uh, Money. money. Ja. ja, heel verdienstelijk van ze. Ja, en, maar die zeiden ook van. Je hij... moet er ook eens lid van worden? Daar ben je lid van toch? Nee, ze sturen mij altijd mail zonder dat ik iets betaald heb. Ah, oké. Okay. Net als de museumkaart. Ja, ik kreeg overigens wel mail van, nou ja, die heb je zelf gezien, mail van de museumkaart. Pff. Dat, mijn, dat mijn, mijn sympathieke bezwaren niet aan Dovermans oren waren gericht. Want ze zouden de, proce, de betaalprocedure aanzienlijk versimpelen kennelijk ik, hebben ze het zelf ook een keer geprobeerd. Ja, of maar... een demente tante laten proberen. Hè, die, dat lukte er absoluut niet om te betalen. En nu hebben ze het uh, in orde gebracht. Maar ik begrijp, jij hebt niet net je, uh, met je bankapparaatje uh, dat gescand. Hè? Want dat zeiden heel veel mensen. Maarten moet met zijn telefoon die QR-codes scannen. Niet met zijn... Ja, maar het stond er ook niet bij. Terwijl, ja, voor zover ik ooit QR-codes heb gescand, uh, uh, was dat allemaal via de bankapp. Ja, maar met je mobiele telefoon of, ja. of met die reader die je erbij krijgt van de bank. Ja, reader, ja, dat is het, dat onhopige een, een stemmende apparaatje. Ja, waar je dan die pas in moet stoppen. Ja. De Rabobank ja, heeft dat. dat. Laat ik, nou, je, je, deze conversatie leidt er weer toe dat ik het 20 minuten ga uitleggen wat een klote systeem al die banken hebben ontworpen. Ik ben ook maar bij een andere bank. Dat is ook maar voordat je alleen al bij je eigen rekening bent, ben je al 20 minuten verder. Ja. Nadat je 26 reusachtige nummers hebt ingevoerd. waar je altijd wel een typefoutje maakt. het is verschrikkelijk gewoon. Ja. met dat apparaatje. Bovendien, een apparaatje. dat is ongeveer zo groot als een bonbon. He? Met als gevolg dat een bejaarde. Ik moet zeggen, er was een briefje bij. dat je ook als bejaarde. een heel groot apparaatje kon krijgen. Maar, nou ja. Het is allemaal enorm ingewikkeld. Maar het is wel gelukt met de museumkaarten, toch? Dat is, uh... Ja, omdat ik had begrepen uit, de, uit de, dank u wel aan alle luisteraars die mij erop geattendeerd hebben. Dat ik gewoon de normale camera van mijn, van mijn telefoon moest gebruiken en niet de app. De app uh, uh, voor de, voor de en dat, bank. Heb, dat heb je gedaan. Dat heb ik gedaan en toen, ja, het was ook nog vrij, uh, ik ging van alles mis, bij mij gaat alles van alles mis. Maar goed, tenslotte werkte het, ja. Oké, okay. maar wat het nog eventjes over Siward en het boek van Follow the Money. Daar stond ook in dat Seward zo overtuigend is, dat hij dus, hij kan dus Hoor echt... je dat? Nee, de, de, dat ik zei Ik heb de... zelf in mijn leven zo'n ongelofelijke achterbaksen en schijnheilige heilige padvinders in als Seward van Linde. Jongen, jongen, jongen. Die journalisten zijn, als je hem aan de lijn hebt, dan zegt hij altijd van nee, dit klopt helemaal niet. Wat jullie hebben uitgezocht. Het zit zo en je moet het zo bekijken. Je dat... moet zijn hoofd erbij zien en een vertrouwing voor een cent. Nee, nooit. Maar niet. wat zie je dan aan zijn hoofd? Ja, dat er een onbetrouwbare padvinder is. Maar wat schaalt hij dan uit? Nou ja, dat hebben sommige mensen hebben dat. Ja, die zien er enorm overtuigend en eerlijk en sympathiek en lichtelijk infantiel uit. Maar het zijn de gevaarlijkste mensen die er zijn. En dat heeft Siebert. Ja, dat heeft Siebert, ja. Ik zie hem dan al zitten bij de Wereldraad door. Met die schijnheilige kop. Nee, hij bij... Ja, sorry dat dit zo kwetsend eruit komt, maar dat vond ik. Jij vond dat toen al, niet met ja, terug. Nee, 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 dat heb ik altijd gevonden. Maar hij werd wel altijd uitgenodigd, ze vonden Nee, ah, je, je moest eens horen wat voor ellendige dingen ik altijd zeg over mensen die ik op het scherm zie. Als ik kijk. Mijn vrouw zegt ook vaak, corrigerend: joh, zegt dat nou, dat zijn hele aardige, sympathieke mensen. Maar dat, ik voel vaak dat ik denk, dit deugt niet. Het is sowieso bij die tv, dat is vaak is het een toneelstukje. <laughs> ja, het is, je, je weet hoe vaak je belazerd wordt bij de tv. Hè? Al, die, al die idiote eilanden waar ze moeten overleven, kom nou. Ja, dat is allemaal spel, dat is wel waar. Dat ja, is hey. gewoon flauwekul. Ja, Zonder ja. van je tijd ja. ook. Even kijken, dan hebben we, Siebert hebben we gehad. Oh ja, met de jongen nog. Ja, wat is de, vind je dat de jongen nog iets kwalijk valt te nemen eigenlijk hierin? Ja, dat vind ik wel. Maar goed, het is gebeurd. Ik vind het natuurlijk wel eigenaardig dat het inkoopbureau van het ministerie had gezegd: dat moeten we niet doen. Er zijn maar niet verstandig, bovendien nergens voor nodig. Niet dat zijn ambtenaren ook hadden gezegd, joh, doe dat nou niet, dat is nergens goed voor. Ja, maar hij vond, we kunnen beter die kritikastig in eigen huis hebben dan dat ja, hier. Ja, dat fameuze citaat van Lyndon Johnson van pissing in en out had hij daarbij gebruikt. Waarschijnlijk dus is hij zeer belezen in de Amerikaanse eh, politiek. <laughs> eh, nee, het, ja, het was een soort lullig soort van CDA-politiek, toch? Want het stond op de lijst ja. voor het CDA. Misschien dan hadden ze hem er maar op gehad, hadden ze nog minder stemmen gekregen. Ja. ja. En uh, het was ook een beetje cryptisch hè, dat de jongen zei: van Ja, het, uh, ik ga nu niet precies zitten hoe het zit. Eerst het onderzoek afwachten. Ja, en dan, natuurlijk zei hij dat. En dan, dan ga ik pas ik weer. Al die onderzoeken waar nooit iets over gezegd kan worden, uh, omdat het onderzoek nog lopende is. En omdat iedereen tegen de tijd dat klaar is, al lang vergeten is dat het onderzoek al die tijd liep, worden dan de vervelende vragen niet gesteld. Ja. ja. Heb je nog een beetje meegekregen van alles is nu weer open? Hè? Dus de, de, ik zag, kwam je naartoe? De terrasjes zitten weer helemaal vol. Met... Ah, ja, dat verbaast me niks, want maar... je weet, ja, dat, dat zou ook een, het was ook een, een van de meest revolutionaire dingen die in Nederland gebeurd zijn. Namelijk dat een deel van de bevolking niet op het terras kon zitten. Je weet dat het bij sommige mensen echt geleid heeft tot, tot hele ernstige psychische klachten. Er schijnt een heel apart gekke huis. Ergens in het zuiden des landen zijn we alleen maar mensen zijn opgenomen die terrasgebrek hadden. Dus die echt die gewoon niet, niet meer verder konden met het dagelijks leven. Omdat ze al, al, vaak al drie weken niet op een terras hadden gezeten. Ja. Nou, dat kan dus nu weer. Geef jij ook weer handen? Ik zag Biden en Rutte ook weer een hand geven, stevig handdruk. Ja, iedereen geeft mij weer een hand. Ja. En jij geeft ook handen terug. Ja, de kans dat je dan zegt: van nee, dat doe ik lekker niet. Ja, dat is, nou, er dat zijn is. mensen die dan zeggen: nee, ja? hey, doe toch even een box. Of ik doe even niks, ik nee. blijf nog op afstand. Oh, ik niet. Ik, nee. Dus niet dat ik nou de hele dag handen loop te schudden. Maar als ik dan even terugga naar de ervaringen van vandaag, heb ik gewoon handen geschud. Ja, ja maar dat is ook de nieuwe strategie hè, van de overheid. Je moet zelf maar zorgen dat je geen COVID meer krijgt. Oké, okay. ja, goed. Ik, daar help ik de overheid aan herinneren. Ja, maar dat betekent dus ook, stel dat jij ergens gaat uit eten in een restaurant en het is daar heel druk, dan moet je zelf zeggen nee jongens, stel dat het weer het najaar is en er is weer een nieuwe variant, dan moet je zeggen nee ik oh, hou zelf afstand, kom niet te dichtbij. Nou ja kijk, als er een nieuwe variant komt die bijvoorbeeld eh, en besmettelijk en eh, zo wat zeggen wat dodelijker is dan de varianten die we gehad hebben, en dan beginnen we het hele circus We hebben overnieuw natuurlijk, dit is allemaal... Uiteindelijk op basis van IC-opnames en, 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 en laten we zeggen de capaciteit van het, uh, van het medische systeem. Ja. Nog even één vraag over die woningcrisis. We kunnen dus nu opeens wel allemaal uh, kantoorpanden kunnen we ombouwen tot ja, woningen. Ja, zeker. Nou, dat is wel een goede zaak. Nou ja, iedereen wist al, die er ooit iets over gelezen heeft, die wist dat er een enorme extra capaciteit is die niet gebruikt wordt. Dat die voor een niet onbelangrijk gedeelte bestaat uit lege kantoorpanden. Dat komt omdat de wereld van de kantoorpandenhuurders, die is niet goed sniks, zoals zoveel werelden. Die willen namelijk doorgaan nieuwe kantoorpanden. Met als gevolg dat kantoorpanden van zeg 10, 15 jaar oud vaak langdurig leegstaan. En die zei heel. Dat is natuurlijk al vaak gesuggereerd, die moet je verbouwen om stud, voor studentenwoningen of voor. Bejaardenwoningen, weet ik veel. Of je ja, dat leuke experiment van studenten en bejaarden samen het begin van het leven en het eind van het leven. En dan als ze elkaar op de gang tegenkomen, niet waar? En de totale relativiteit van het leven samen gaan ontdekken. Meer generatie Dat soort, ja, dat is zoiets. Dan, dan is er een vrij omvangrijke leegstand in Nederland. Ja, dat, dat kan er zijn omdat er tijdelijk niemand woont of dat het een. Ongedeelde erfenis is er, maar duizenden en één redenen kunnen zijn voor leegstand. Dus ja, die, dat, dat had iedereen die een stukje had gelezen over de Nederlandse woning. En dan hebben we natuurlijk het probleem. Dat, dat er woningen leegstaan. Dat wat er gebouwd wordt niet geschikt is op niet een antwoord is op de, op de vraag uit de markt. Dat speelt ook een rol natuurlijk. Ja, dan sprak ik van de week iemand die zei ik weet niet wat Vincent erover zegt. We moeten eigenlijk nu gaan bouwen. Met het, stel dat jij een nieuw huis bouwt. Dan moet je eigenlijk kunnen bedenken nu, nou, dat zou ook wel eens uh, over 30 jaar een andere functies kunnen hebben. En dan moeten we het eigenlijk zo kunnen ombouwen met gemak dat dat. ...mogelijk is. En daar moet een architect rekening mee houden. Maar ook ja, met... ik, ben, ik, ik zelf zou zeggen, zo uit de losse pols... ...doe niet moeilijk en breek de hele tent weer af over 25 jaar. Bouw zo dat je makkelijk kunt afbreken. Ja, precies. Demon... Ik, ik heb altijd begrepen dat in Amerika, zeker op plekken waar de grond relatief duur is... ...dat als je daar iets bouwt, dan ben je wettelijk verplicht... ...om de tekeningen van het gebouw bij de gemeente in te leveren... Want als je tekeningen hebt, dan kun je veel makkelijker van een gebouw af. Dan weet je precies waar je de dynamiet eh, in gaatjes in de muur moet steken. Dat is hier in Nederland toch ook wel. Dat je met... Ja, dan blaas je de hele boel op. Dan ja. dat opblazen. Hè? Ik denk vooral aan die bunkers van de Duitse luchtverdediging. Dat heeft zowel in de beeld, volgens mij, als hier. Uh, hele, hele negatieve gevolgen gehad. Wat gebeurde er dan? Nou, de, de bevolking was gewaarschuwd. Dat zou gaan gebeuren. Die bunker zou worden opgeblazen. Waardoor natuurlijk toch wel wat extra luchtdruk ontstaat. Maar als iedereen nou zijn ramen zou openzetten. zou er niks aan de hand zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Iedereen had zijn ramen opengezet. De bunker werd opgeblazen. En vervolgens bleken vrijwel overal eruit gesneuveld te zijn. Dus kennelijk was dat nou niet zo. Precies uitgerekend hoe dat moest. Maar ja, ik heb altijd begrepen dat er in Nederland ruim voldoende woonruimte is. Als je al die, die lege plekken opvult, zal ik maar zeggen. Ja. Wat zegt Vincent hier eigenlijk over? Praten jullie daar wel eens over? Ja, zeker. Ja, die zegt dat het allemaal onze eigen schuld is. En als mensen daarover een heel uh, helder en verklarend artikel willen lezen. Dan moeten ze dat doen in de... Maarten. Vorige Maarten of de eervorige Maarten. Een van de twee, daar staat dat stuk van Vincent in. En daar heb ik voor zover ik überhaupt hier iets van weet, heb ik dat opgedaan bij mijn broer. Die ook zegt: van ja Het is maar net hoe je het bekijkt. Of, of er een Nederland-woningnota is, ja, ja of nee. Want hij is, heeft een architectachtergrond. Nee, 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 nee. Mijn broer is kunsthistoricus. Oh, oké okay. En hij heeft zich gespecialiseerd in stadsontwerp. En in, laten we zeggen, architectuur in de brede zin. Ja, en wat doet hij nu? Thuis zitten. En wat doet hij daar dan? Nou, van alles en nog wat. Hij uh, gaat de boodschappen doen. Uh, hij woont op, op Texel gaan wonen omdat hij Amsterdam te druk vond. Ah, hij woont op Texel. Okay. Hij woont op Texel, ja, hartstikke leuk boerderijtje, dat heeft hij helemaal op laten knappen. Uh, laat 19e eeuw, ja, verder architectonisch, niet zo bijster in de zand, maar hij heeft er werkelijk iets van gemaakt, moet ik zeggen. Maar hij klaagt wel eens dat hij, dat hij wel iets meer te doen zou willen hebben. Ja, daar is het natuurlijk niks te doen. Nou, een bekende het klacht het. van wat ouder wordende mensen. Dat ze natuurlijk eerst denken, ah, vrij, altijd vakantie. Hoe is het mogelijk? Ik kan al die dingen gaan doen die ik mijn hele leven heb willen doen, maar waarvoor ik geen tijd heb. Maar in de praktijk werkt dat zo helemaal niet. Ik dank de heren dat ik hier achter in jou, die bij jou <laughs> zit, met die dames AQ, en dat ik iets te doen heb. Normaal zou je in het theater staan nu, toch? Op morgenavond. Geen... Oh, dus morgenavond is dat. Oké. Okay. Ja. Even kijken. Dan hebben we nog even een paar korte vraagjes van wat mensen. Oh, dit is iemand die iets stuurt. Die zegt, ik hoorde claim dat Balkenende één het kortst zittende kabinet uit onze parlementaire geschiedenis ja, is. Ja, dat waar. Ik ben Colijn gegeven. Precies. Hij, dit is Sorry. Die... Ja, dit is uh, Victor van der Wel. Ja, Colijn heeft er maar één dag gezeten of zo, hè? Die is meteen getroffen door een motie. Even kijken wat deze persoon te vertellen heeft. Ik zag vanochtend twee nieuwsitems. Het ene item ging erover, daar werd in berekend. wat de EU en de NATO uh, uh, al heeft gedoneerd. aan het, de oorlogsmachine van, van de Oekraïne. En dat, is, dat, dat bedrag was uh, behoorlijk hoog. En het andere item, dat ging over het feit dat een aantal EU-landen. Uh, het voorstel van Polen om helemaal geen grondstoffen meer uit Rusland te betrekken, uh, dat ze dat niet steunden. En toen dacht ik mij: uh, is het niet zo dat uh, uh, grondstoffen uh, per saldo uh, goedkoper zijn dan eindfabrikaten? Dat wij grondstoffen uit Rusland importeren en dat wij daar eindfabrikaten van maken die veel meer waard zijn. En is het daarmee ook niet handiger? Zou het niet handiger van Poetin zijn als hij die grondstoffen niet meer levert? is dus wat hij ...toe toen besluit om geen gas meer te leveren. En met iedere euro gas en kolen en andere grondstoffen die hij verkoopt, daar maken wij 10 euro van. En uh, uh, voor iedere euro dus die hij in zijn leger kan stoppen van de grondstoffen die hij verkocht heeft, kunnen wij, uh, nou, als we er 10 euro van maken en we starten 5 euro door naar de Oekraïne, dan uh, nou ja, uh, uh, is het misschien voor hem handiger om te stoppen met het leveren van die grondstoffen. Ja, kun je het volgen? Ja, ik kan het volgens een heel er diep over nagedacht, natuurlijk. Eh, ja, hij kan stoppen met het leveren van die grondstoffen, maar de, de, de vraagsteller, als het, als het dan zodanig beschouwd kan worden. die vertelt niet wat Poetin dan met die grondstoffen gaat doen als hij ze niet meer aan ons levert. De suggestie is toch dat hij die zelf gaat bewerken. En toen heeft de Economist nog eens een boeiend stuk geschreven over. De mijnbouw in de Sovjet-Unie in, in Rusland, Russische Republiek. En daarbij zei de kom dus eigenlijk: kijk eens, als ze die grondstoffen aan ons leveren en wij maken er dus iets duurders van, zoals die meneer signaleert. dat klopt. Maar elke keer als de Russen zelf de grondstoffen bewerken. dan worden ze minder waard dan ze zijn als ze net uit de grond komen. Dus tot elke prijs moet vermeden zien te worden dat de Russen hun eigen grondstoffen verpesten. Dus dan is mijn vraag aan deze meneer toch. Graag volgende week antwoord op de vraag: wat gaat Poetin dan met die grondstoffen doen? Vind je deze podcast nou leuk? Volg ons kanaal dan. Dat doe je op Apple Podcast door op het plusje te klikken. En op Spotify op volgend. Dan krijg je namelijk automatisch een seintje als er weer een nieuwe aflevering live staat. Dat is wel natuurlijk. Ja. Spuren vind ik dat dat niet kan. Maar met die kaartjes, dat werkt wel op mijn laagspieren. Ja. Men wilde een totaal nieuwe samenleving creëren. Een, een rechtvaardige samenleving. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis zou een waarlijk rechtvaardige samenleving tot stand worden gebracht. En bovendien een waarlijk moderne. Maarten van Rossum over de geschiedenis van de Sovjet-Unie. En we weten allemaal dat het eigenlijk heel anders gelopen is. toen het experiment eenmaal was gestart. Het luisterboek staat nu voor je klaar. Download het via het linkje in de beschrijving. De impact van die revolutie is enorm geweest. Misschien is het wel in allerlei opzichten de meest, ook tegelijkertijd de meest invloedrijke politieke gebeurtenis van de vorige eeuw geweest.